een volgend object wat we gaan maken. We gaan beginnen met de laser een kader te laten trekken. Het feit dat we er een rooster onder hebben liggen, wil al zeggen dat we gaan snijden vandaag. Onder andere in elk geval. Dit project bestaat uit een drietal opdrachten. En ik ga je natuurlijk laten zien hoe we dit maken. Maar in elk geval, het laserwerk is ervoor begonnen. En dan laat ik je zo meteen in de video zien wat we hier gaan produceren. Nu al een idee wat het wordt? Ik wel. Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Ortur Laser Master 2 15 watt versie. Deze video noem ik even de tjoek tjoek klok. Je zag het al in de intro op hout. En je zag al aan het voorbeeld dat het een klok gaat worden. Je zag de cijfers rond de rand. Hoe maak je nou een klok, zul je zeggen? Nou, ten eerste ga ik je dat zometeen laten zien hoe je dat heel gemakkelijk in Lightburn kunt doen. Maar ik wou met deze klok nog een stapje verder gaan. En daarvoor heb ik een bestand gedownload vanaf het internet. Ik ga je de website laten zien. Het zijn DXF bestanden, die kan je openen met Lightburn. Net als SVG bestanden natuurlijk. En dat ga ik bewerken in Lightburn zodanig dat het een klok wordt. En nogmaals, hoe kom je nou aan een klok? Want ja, leuk, maar een klok heeft toch wijzers en dat soort dingen meer. Als je gaat kijken op Amazon of op Banggood, maar vooral op AliExpress, wat vooral mijn bron is, houd wel rekening met lange wachttijden voordat iets binnen is, want ik heb een aantal dingen in bestelling staan en het duurt een eeuwigheid. Maar daar kun je heel simpel klokmodules bestellen. Ze heten ook zo, dus als je zoekt in, AliExpress naar klokmodules, zul je zien dat daar gewoon setjes voor zijn. Een houdertje waar een batterijtje in kan, een aantal wijzertjes. En daarmee kun je met 3D printen, want daar heb ik het ook al mee gedaan, maar ook met laser engraven heel gemakkelijk met hout of eventueel met andere materialen een prachtige klok van maken. En dat met die klok gaan we natuurlijk zien straks. We gaan ook zien hoe we die klok in elkaar zetten. En we gaan zien hoe we hem in Lightburn maken. En dit wordt wel een bijzondere, dus ik hoop dat het project slaagt. Alvast heel veel plezier. Zo, en dan zijn we nu in Lightburn, waar we de klok, daar we net al een heel klein beetje het begin van zagen, gaan maken. Aan het eind laat ik je natuurlijk het eindresultaat zien met de werkende klok. Het is sowieso een interessant project, want het sluit op een heel klein beetje aan bij mijn Lightburn training die ik heb gedaan op mijn YouTube channel. En dit gaat dan ook terechtkomen, deze video, bij de in-depth over Lightburn, omdat hier een paar leuke factoren uit Lightburn aan bod komen. Maar het begint eigenlijk met het ontwerp. En ik heb ervoor gekozen om een trein te gaan downloaden. En wel degene die hier aan deze kant staat, de Train Wall Decor. De website die ik daarvoor gebruik is de website www.madi.com. Hele mooie website, maar heel veel dingen zeg maar gratis voor onder andere lasers en voor 3D printen te downloaden. Ik zoek vooral voor laserzaken hier. Ik heb vervolgens dit bestand hier gedownload en wat je dan binnenkrijgt is een zip bestand. En in dat zip bestand zit in dit geval geen SVG bestand, maar wel een DXF bestand. En dat DXF bestand, dat kunnen we in Lightburn openen. En dat gaan we even laten zien. Dus we gaan naar Lightburn. Ik ga naar importeren, dat is de vierde knop van links. Degene met het pijltje van rechts. Ik ga op zoek naar dat bestand en dat staat op mijn bureaublad. Dit bestand hier, DXF bestand, je ziet het staan, Crane Wall. En het bestand, dat open ik. We zien helemaal niks, maar we kunnen al wel zien dat die
dat die handgreepjes daar staan, die blokjes, dat betekent dat die waarschijnlijk veel te groot is. En als we nou linksboven gaan kijken, dan zien we dat ook. Hij heeft namelijk een hoogte van 1772 mm bij een breedte van 481. Niet handig, dus we gaan hem terugbrengen tot een level wat acceptabel is. En ik gebruik, zoals je misschien weet, altijd houten plaatjes van 200 mm bij 200 mm. En dus breng ik de grootste waarde terug naar 200. Het slotje staat op slot. Daarmee wordt dus ook de breedte gelijk veranderd als ik dat doe. En voilà, hier hebben we ons ontwerp. En dan valt er gelijk iets op. Althans, dat zou je op moeten vallen. Nou, niet zozeer de kleur van de lijn waar die op zit. Ik zal hem even op de zwarte lijn zetten, want hij staat op een donker, op een beetje blauwe lijn. Deze hier, die 27, ik zet hem even op zwart. Zo, maar daar gaat het niet om. We zien namelijk dat dit blok is veel groter dan alleen de afbeelding. Dat betekent dat dit bestand niet helemaal zuiver is. Er staan dus ergens tipjes en puntjes die verwijderd moeten worden. Nou, wat kunnen we nou het makkelijkste doen? Is dus de pijltjestoets aanklikken en dan even een vierkantje trekken. En ik zie hier ook al die streep staan, dus die pak ik ook gelijk mee. Had hij niks te pakken nog? Dus het was... Oh, ja, het is logisch, want we hebben de hele afbeelding. We moeten hem eerst... Sorry, klein foutje van mij. We moeten hem eerst ungroepen natuurlijk. Ja, want hij staat nog gegroepeerd. Ungroepen doen we met het poppetje hierboven. Zo, en dan doen we hetzelfde nog een keer. Even kijken. En ziet dat er nou hieronder een aantal dingen geselecteerd zijn. Een paar stipjes hier en een streep daar. En die ga ik weggooien. En als ik nu, zeg maar, opnieuw de hele afbeelding selecteer en ik groepeer hem, dan zien we dat de afbeelding nog maar klein is. We gaan hem nu weer op 200 bij 200 brengen. Ongeveer. En dit is dan de afbeelding zoals we hem straks gaan gebruiken. Oké. Dit zal straks gesneden moeten gaan worden. Dus alle stukken eruit snijden, zeg maar, die benodigd zijn. En eigenlijk is bestand daar al voor klaargemaakt. Dus we zetten het daarom hier op die zwarte lijn. En op die zwarte lijn gebruiken we in dit geval 300 mm per minuut. 75% vermogen, of als je heel slim bent en je hebt het al in je bibliotheek staan, dan ga je daar in dit geval, want ik ga het op hout maken, naar timmerbouw, timmerhout, 3 mm, en daar zit een lijn in die heet cutting, en vervolgens kan ik dit dan toewijzen aan de laag, want dan worden die instellingen die hier opgeslagen zijn, in deze laag gezet. Nou, in dit geval is dat al zo, dus we hoeven dat niet te doen. Het eerste wat ik nu ga doen, is een vierkant maken en dat vierkant ga ik een toolpad maken. Dus ik pak de knop voor vierkanten maken, dat is deze hier. Ik trek een vierkant, die is veel te groot, geen probleem. We zien we ook hier bovenin, hij is 272,5 bij 249,5. En wat ik nu ga doen, ik ga het slotje openmaken, want hij moet dus 200 bij 200 worden. Zo. Ik zet hem op een toolpad, dus T1, zo. En wat ik vervolgens nog doe, dat is dan de laatste stap, ik centreer hem op mijn werkveld en dat doe ik dus door linksboven voor mijn Arduino Laser Master. Ik kan het niet vaak genoeg in de video's zeggen. De x-as is 430, dus halverwege is 400, dus halverwege is 200 en y-as is 430 en die is dus 215, dus 200 bij 215. Je kan het ook zien hier aan het rooster. Ja. Dus 200 bij 215 ga ik hem neerzetten. Zo, staat hij precies in het midden. Nu kan ik de afbeelding selecteren. Ga ik even doen. Dat is dus onze trein. Die kan ik in principe naar het midden brengen. Alleen zit hij nou wel precies tegen de rand van het hout aan. En dat is misschien niet handig, dus ik ga hem kleiner maken. Ik ga hem 195 bij 195 maken. In dit geval doe ik het met het slotje open, want je ziet dat er een kleine afwijking is tussen breedte en hoogte. Zie je dat? Die 0.11. En ik ga hem 195 bij 195 maken. Dat ga je echt in het ontwerp verder niet zien, dat verschil. Oh, 195. Zo. Dan kan ik het slotje erop zetten. Zo, hoppakee. Als hij iets kleiner als het plaatje, zodat die straks uitgesneden kan worden, moet je natuurlijk wel zorgen dat die goed uitgericht wordt op je werkbed. En nou komt de grote truc. En dit is waarom ik hem bij de in-depth ga plaatsen. We gaan namelijk de methode gebruiken voor het maken van een array. We willen namelijk
hierboven, hier om die rand heen hebben staan, de cijfers van 1 tot en met 12, die bij de klok horen. Ja, en om nou zelf te gaan bepalen van waar dan dat cijfertje moet staan, dat is een pain in the ass. Maar daar zorgt dus Lightburn voor. Wat gaan we doen? We gaan een cirkel trekken. En die cirkel die ga ik maken, ik denk 2 bij 2. Die cirkel, ik begin hierboven. Even kijken, 2 bij 2, zoiets. Nou, ik maak de cirkel simpelweg. Ik pak mijn selectietool, ik selecteer die cirkel. Ik zet hem op een andere laag. Zolang, blauwe laag. En ik kijk bovenin de breedte en hoogte. Nou, daar klopt nog niks van. Die moet namelijk 20 bij 20 worden. Dus die verander ik. Een ander belangrijk dingetje. Ik kan ook zien of hij in het midden zit. Niet zozeer op het midden van de y-as, want daar zit hij niet. Maar hij moet wel in het midden van de afbeelding staan. En dat wil zeggen dat hij op 200 op x moet zitten. Dus hij moet hier op 200 terechtkomen. Zo, en nou zit hij in het midden. En weer zeggen we, ja, maar hoe doen we dat dan met die cijfers en met die 12 plekken, zeg maar. Nou, dat is de volgende methode. En dit is belangrijk dat je dat op de goede manier doet. We pakken de pijltjestoets. We klikken eerst het blauwe cirkeltje, het kleintje. Ik houd Ctrl ingedrukt en nu pak ik de grote. En nu ga ik naar de knop hier, met die ronde array, dus diegene die onder die 9 blokjes zit. Ik ga dan met de muis naartoe, deze hier. Ja. Ik klik hem aan, en je ziet gelijk al dat ze verschijnen. Dat komt omdat ik hier natuurlijk al mee bezig ben geweest, maar ik kan het wel even laten zien. De start moet op 0 graden van het kompas zijn, of 0 graden van de cirkel, dat is dus bovenin. Het eind moet op 360 graden zijn, dus hij moet de hele cirkel rond. Werken. De stappen vind ik wat raar, want dat zou eigenlijk 30 moeten zijn van mijn gevoel. Maar ik wil 12 kopieën hebben. Dat wil zeggen dat hij ze netjes gaat verdelen over die 360 graden. Dat betekent dan ook automatisch dat dit de wijzers van de klok gaan worden. Die staan dan dus goed. Ik laat het dus nog een keer zien. Ik selecteer eerst de eerste cirkel. Vervolgens houd ik Ctrl ingedrukt. Ik de andere. En ik die array. En dan vervolgens eventjes inzoomen daarop. Gebruik ik bij deze settings. Beginnen op 0 graden, dus bovenin 360 is het eind. Dus begin en eind is hetzelfde. Het aantal kopieën is 12, want we moeten 12 cijfers hebben. De stap, ja, blijf ik raar vinden, want je zou zeggen dat dat 30 zou moeten zijn. Hè, want 360 graden gedeeld door 12 is volgens mij 30. Dat midden, ja, dat is dus die 200x en 215y. En vooral het laatst geselecteerde object als midden gebruiken, vooral die is belangrijk, want dat is de reden waarom ik de volgorde van aanklikken. Dus eerst de blauwe cirkel en dan de grote zwarte hebben gedaan. Oké. Ik bevestig dat. Nu heb ik daar dus 12 cirkels in staan. Nou moeten er in die cirkels, we gaan even inzoomen, moet dus tekst terechtkomen. En dat zijn dan dus de cijfers van 1 tot en met 12. Goed, we gaan dus vervolgens de cijfers maken. We beginnen met het cijfertje 1. Dat simpel. Ik zoom er even op in, zodat ik diep genoeg ingezoomd ben. Maar ik moet natuurlijk wel die 1 nog even zien waar ik die getypt had. Die staat namelijk daarboven. Hier zo. En dan sleep ik hem naar zijn plek waar hij naartoe moet. Ik doe wel gelijk zijn kleur veranderen. Hij gaat naar de rode lijn, want dit wordt namelijk een vulvenster. Ja, oké. Dus dat is mooi. Ik ga kopiëren. Die ga ik vervolgens hierin zetten. Maar nu ga ik wel gelijk het cijfertje veranderen in het cijfertje 2. Dus altijd als je enter doet, dan gaat hij er een lijn bij zetten. We halen hem er ook even uit, want hij moet natuurlijk keurig in het midden zitten. En dat zit hij nu. Ik weet niet of deze in het midden zit. Ja, op zich wel. Oké. En dat gaan we doen voor alle cijfertjes. Daar gaan we dus zeg maar van maken de cijfers die daarbij horen. Zo. Zo, dit zijn ze allemaal. Nu heb je ook eens een keer die functie array in gebruik gezien. Dit is wel de moeilijkste van de array functies. Die andere is makkelijker. Die cirkelfunctie is moeilijker.
Als we rechts kijken, zien we dat we dus die lijn hebben. Dat is zeg maar de trein zeg maar, die uitgesneden wordt. We hebben die hulplijn, die T1. Nou, die gaan we omhoog verplaatsen. Die doet verder niks. We hebben die blauwe lijn. Die moet ook uitgesneden worden. Maar dat is op een aparte manier. Die blauwe gaat namelijk zometeen verdwijnen. De cijfers daarentegen, die doen we opvullen. En het zou het verhaal eigenlijk als net. We gaan naar de timmerhout toe. 3 mm. En ik ga even kijken welke setting daar gebruikt werd. Engrave vullen. En ik kan zeggen van nou, die wijs ik toe aan die laag. En daarmee zijn de settings aan die rode laag toegewezen. Dat was al gebeurd, maar zo doe je dat dus. Echter, nu zijn die blauwe cirkels nog los van de zwarte cirkels. Dus wat wij gaan doen, wij gaan de blauwe cirkels koppelen aan de zwarte cirkels. En dat moeten we cirkel voor cirkel doen. En hier gaan we weer een hele mooie functie in gebruik zien. Dat is namelijk de Boolean Assistant. En wat wij gaan doen, we klikken het eerste cirkeltje aan, die van de 12. Houden controle ingedrukt en pakken de cirkel van de zwarte lijn eromheen. Gaan naar hulpmiddelen. Kiezen voor Boolean Assistant. En we gaan kijken welk geeft het gewenste resultaat. Nou, deze geeft het gewenste resultaat. Dat zien we meteen al. Ik zal even laten zien wat er gebeurt als je handen aanklikt. Nou, dit wat er overblijft is niets. Hè? Deze ook niet. Die ook niet, want dan zou die 12 die zou zweven in een stuk wat uitgesneden wordt. Dat is niet de bedoeling. Dus hier komt hij dan. Dan gaat hij zeg maar rond dat cirkeltje aan de onderzijde van die 12 gaat hij snijden. En de 12 blijft op het niet gesneden gedeelte staan. Dus dat is goed. Die pakken we. En zo gaan we dat voor al die cirkels doen. Controle ingedrukt houden. Boolean Assistant. Bijhalen. En kijken welke dus de goede is. Dit is toevallig dezelfde. Dit is ook een goede. Ja, ook hier gewoon even mee spelen om te kijken. Nou, dit is niet goed. Dat is zeker niet goed. En dit eigenlijk ook niet. Want dan zweeft die 1 weer in het midden. Dat willen we niet. Hij moet keurig blijven zitten. En dit gaan we voor de gehele afbeelding doen. Dus we pakken de volgende cirkel. Volgens mij werkt het niet als je meer cirkels tegelijk pakt. Want dan probeert hij het op elkaar uit te bewerken. En dat is eigenlijk niet wat werkt in dit geval. Het zal bijna altijd die van een union van A of B zijn. Bijna altijd. Maar niet altijd, heb ik gemerkt. Dus het is wel heel goed om dat even in de gaten te houden. Ik doe ze even allemaal, waar je bij bent. Boolean Assistant steeds erbij halen. Deze is ook goed. Zo, en dan hebben we de laatste. Die doen we ook even aanpassen. Boolean Assistant. En ook deze is het samenvoegen van. Oké, je ziet nu ook aan de rechterzijde dat de blauwe lijn weg is. Want we hebben alle blauwe lijnen nu in de zwarte geïntegreerd. En even voor de grap, als we nu gaan kijken in ons preview venster, dan zien we dus hoe de trein eruit komt te zien. Het enige wat gevuld is, zijn de cijfers. En dat zijn de cijfers van de klok. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We moeten namelijk een gat precies in het midden hebben. En dat gat dat is benodigd om straks de as van de klok te kunnen gebruiken. Nou, die as van die klok is ongeveer 8 mm. Dus we moeten een cirkeltje gaan tekenen van 8 mm. Dat doe ik even ernaast. We gaan ook bij die lengte-breedte verhouding weer even goed opletten dat het 8 mm bij 8 mm is. En we gaan die cirkel, die we overigens op zijn eigen kleur zetten, die zetten we maar weer op blauw nu. Die gaan we weer brengen naar het midden en dat was 200 bij 215. Vervelend, want dan komt hij dus over wat dingen heen te staan. Nou, daar gaan we iets aan veranderen. We gaan daar iets aan doen. We gaan de trein selecteren. En we doen even een groep bovenin. Zodat al die facetten in die trein niet meer gegroepeerd zijn. Nu pak ik dit figuurtje en dat maak ik iets minder breed, zodat die buiten die cirkel gaat vallen en er wat ruimte is voor die cirkel om op te grippen. En dat doe ik ook bij die andere die aan de rechterkant staat. Gewoon met het handgreepje iets naar rechts trekken. Het heeft nauwelijks invloed op de trein straks, maar het ziet er een stuk beter uit. Zie je dat? Nou, die blauwe, dat wordt wel weer een snijlijn. En nou moeten we de volgorde goed zetten. Nou, het verstandigste is altijd eerst het vulwerk te doen. Het graveerwerk. Dus eerst vullen, dus eerst de rode.
Dan doe ik het kleine cirkeltje. Dus dat is de blauwe die ga ik omhoog brengen. Dat is de tweede die ik ga doen. En de derde is het uitsnijden ervan. En dit met zijn settings is simpelweg de trein zoals die gemaakt is en zoals die opgeslagen wordt. Rest ons nog een dingetje. Ga ik je ook even laten zien. Ik ga dit weggooien. Want ik had, misschien had je dat meegekregen, al laten zien dat er ook houdertjes maken dat die in kan staan. Hoe moet je even een heel klein beetje meetwerk doen. En ik heb uitgerekend, ze moeten ongeveer 10 centimeter hoog zijn. Dus ik maak een rechthoek. En of die nou op blauw of op zwart of op rood staat, dat kan me niet schelen. Maar ik zorg ervoor dat die rechthoek in elk geval een hoogte heeft van 100. En ik denk de breedte misschien 50, even de helft daarvan. Ik doe het niet gelijk kopiëren, want ik heb eigenlijk twee van die dingen nodig. Dan ga ik niet gelijk kopiëren, doe ik niet. Het volgende wat ik doe, ik ga nu een ovaal tekenen. Zo. En die ovaal, die ga ik in die blauwe brengen. Kijk, want op deze manier blijft er hier een klein opstaand randje over waarachter die klok kan hangen. En hij heeft een stuk weggehaald. Misschien moet ik zorgen dat hij hier niet naar voren neigt. Dus misschien moet hij omhoog. En misschien iets breder. Ik zou sowieso breder maken. Zoiets. Ja? Gaan we diezelfde truc uithalen van die booleans, weet je nog? Dus ik ga ze allebei selecteren. Ik pak weer die hulpmiddelen. Ik pak weer die boolean assistant. Even kijken welke de goede is. Dit is zeker niet goed, want dit is zeker niet de vorm zoals ik hem wil hebben. Die ook niet. Die ook niet. Maar die wel. Zo, hoppakee. En dan vervolgens kopieer ik dat ding. En nee, dat doe ik nog niet. Wacht even. Ik kopieer maar niet, want er ontbreekt nog iets. Ik moet namelijk straks, en dat ga ik gelijk even tekenen. En die ga ik ook 10 centimeter breed maken. Rechte plaatjes die twee stukjes gaan verbinden. Even kijken. Zoiets. En die heeft een breedte van 100. En de hoogte, nou ja, 2,5 of zo, prima, geen probleem. Nu ga ik daar sleufjes in maken. Op dezelfde hoogte. Maar, omdat ik het later pas kopieer, kijk, die sleufjes daarmee kun je mee in elkaar schuiven. Dus als ik nu ga zeggen, ik ga nieuwe rechthoekjes tekenen. Kleine rechthoekjes, die langer zijn dan een centimeter. En dat is die, hij is 19. Ik ga hem toch eerst een centimeter maken, dus 10. En ik geef hem een breedte van 3, zeg maar even. 3, zo. Hoppakee. Nu pak ik hem op. Ik ga hem selecteren. Ik pak hem op. En ik zet hem hier ja, op een bepaalde afstand. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Misschien het mooiste is als je die uitlijnt met de lijn zo'n beetje. En dat je hem dan bijvoorbeeld er 2 vanaf zet, bijvoorbeeld, zoiets. Ja? Ik maak een kopie van dat kleine dikke. Dat doe ik aan de andere kant dus ook. Zoiets. En nou ga ik hem iets langer maken. Daar heb ik een reden voor, zullen we zo meteen zien. Zo, ik maak hem iets langer. Hetzelfde geldt voor hier, ik maak hem iets langer. Hoppakee. Ik ben er nog niet, want ik wil hier diezelfde sleufjes in hebben, zodat ze in elkaar grijpen. Dus ik pak nog een keer zo'nzelfde. Ik doe weer Ctrl-C. Nu ga ik er daarnaast klikken. Ik zeg Ctrl-V. En ik draai hem 90 graden. Zo. En ik maak hem weer breed. Ik moet hem eerst op de juiste plek hebben. Vervolgens, nogmaals, de hoogte is niet zo verschrikkelijk belangrijk. Zolang ik maar ruimte genoeg heb in dat object hier aan de rechterkant, zeg maar. En ik doe datzelfde nog een keer. Maar dan voor onder. Zo. En dan doe ik hetzelfde als net deed. Ik ga ze wat in de breedte trekken, zodat ze over de rand heen komen. En dat heeft alles te maken weer met die boolean functie. Nou, dan gaan we weer de eerste selecteren. Grote vlak selecteren. Boolean hulpmiddelen. Boolean assistant. Even kijken, dit is niet goed. Want dan heb ik er juist een uitstulping aan. Ik wil er juist een inkeping in hebben. Die is niet goed. Die is niet goed. Die dus wel. Ja. Hetzelfde trucje. Maar nu met deze. Allebei de vormen. Wel in de goede volgorde doen. Dat is belangrijk. Hulpmiddelen. Boolean assistant.
En dat zal, neem ik aan, de zuivere zijn. Et voilà. Dat is die. Nou, die zuivere truc ook bij die onderste. Hulpmiddelen. Boolean assistant. Hoppakee. En de laatste. Het is even werk. Dan heb je ook iets. Zo. Nu heb ik alleen nog één steun en één plaatje. Ik moet eigenlijk twee plaatjes hebben en twee steunen hebben. Dus nou ja, nu wordt het makkelijk natuurlijk. Dus Ctrl-C, Ctrl-V. En hier hetzelfde. Even organiseren. Dat ze goed op het veld staan. En dat ze makkelijk gesneden kunnen worden. Misschien ook nog een beetje economisch gesneden kunnen worden. Want dat is ook nog heel goed mogelijk. Zo, daar naartoe. Dan gaan we deze even voor de grap even een 180 graden draaien. Zo. Zo bewaren we ook nog eens een keer het hout wat we gebruiken. Dit moet weer snijlaag worden. Toevallig zijn die instellingen al goed, maar je doet gewoon simpelweg hetzelfde. Je zegt hier cutting bij die timmerhout. Je zegt toevoegen aan de laag. En daarmee snijdt hij deze vier vormen uit. En daarmee kan ik de houder voor de klok maken. Dit waren een paar specifieke functies in Lightburn. Heel veel hier de Boolean Assistant gebruikt. Kan soms wel even lastig zijn en even spelen zijn. En het heeft met name ook te maken met de volgorde waarin je objecten selecteert. En wat we met name hebben gezien is hier die circulaire array. En dat is ook een hele interessante. Je kan daar zelfs, maar daar moet ik een keer achteraan, want dat weet ik zelf ook nog niet helemaal. Dat je het cijfer er al in zet, zeg maar die cijfer 1. En dat elke volgende cirkel gewoon het volgende cijfer krijgt. Nou goed, dat is net wat je wil. Dit wordt weer gesaved. En we gaan verder met het lezen en het in elkaar zetten van de klok. Zo, wat wordt er nou allemaal met zo'n klokmodule geleverd? Om te beginnen het klokwerk zelf met een houder voor een batterij. Die gaan we daar straks beneden in doen. De wijzers, de secondenwijzer, dat is de rode. De grote, dat is de minutenwijzer. De kleine, de urenwijzer. En dan wat ringetjes om hem vast te zetten. Nou, we gaan hem in elkaar bouwen. Gaan we eens even kijken. Nou, dit is de voorkant van de klok. Dat kunnen we zien aan de cijfers die erop staan. Ik pak het uurwerk. En dat ga ik op de achterzijde plaatsen. En dat doe ik zodat de batterij aan de onderkant is. Dat maakt op zich niet zoveel uit, maar dat is de manier waarop ik het doe. Zo, klaar. So far, so good. Nu pakken we de rubberen ring. Die leggen we er overheen. Dan de metalen ring. Die gaat daar weer overheen. En last but not least, de moer om hem vast te zetten. En dat gaan we even doen. Ook even een tangetje erbij. Zo, die zit vast genoeg. Je kan hem eventueel ook vastlijmen. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Dan gaan we de drie wijzers plaatsen. En als je goed kijkt, dan zie je een verschil in dikte. We beginnen met de breedste. En dat is dus de urenwijzer. En die ga ik erop zetten, gericht op 12 uur. Even kijken of die ook erop geschoven kan worden. Hij moet echt zo, dacht ik. Ja. Oh. Toch niet gelukt. Ja. Nou wel. Even zo buigen dat hij niet klem komt zitten in het hout straks. Dus we moeten hem wel een beetje van de klok afhouden. Zo, dan pakken we de minuten
wijzer die gaat daar overheen. Zo, zit er ook op. En last but not least hebben we de secondenwijzer. En hiermee zijn alle drie de wijzers geplaatst. En nu is het eigenlijk zaak dat de batterij geplaatst wordt. Ik zal proberen het iets beter te laten zien. Zo, zaak dat de batterij geplaatst wordt. En ik ben bezig met een houder te laseren, zodat die ook neergezet kan worden. En hier hebben we de klok met zijn standaard die ik ervoor gemaakt heb. Ik zal er even omheen draaien om je dat te laten zien. Dat is de standaard. Hij had iets steviger gekund, maar dit voldoet. En zo is er weer een project klaar. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.